Yo mensen, Mr. Blaze. Mijn naam is Jani. Wij gaan vandaag Potje FIFA spelen. We zijn vandaag samen met... Blaze. Ja, oké. Wij gaan vandaag een paar potjes tegen elkaar spelen. En ja... Succes zal ik zeggen. Even een update doen. Heb je al de laatste gezien? Oh my god, heb je al die kaarten gezien? 98 Ronaldo. Ja, ik had de opnames nog gezien. 96 snelheid, 96 dribbelen, 97. We gingen rechtover. Dat was een blauwe Ronaldo, hè? Oké, okay, ik heb je geen fight, hè? Dat is ook nog cool, hoor. Ik heb je geen fight. Ja, dan doen we. Hey jongens, mensen. En ik ga... Ik ga niks doen. Deze selectie offline. Ja, het is voor Ultimate Team. Hey. Ja, dat weet ik. Chelsea. Dat is niet waar. Chelsea is beter geworden. Ja, ik bedoel zo. Oh, ja. Ja, ik ben klaar hoor. Ik speel graag met andere lucht. Ik ben daar goed mee met dat. Ik ben goed met de ploeg. Zeg, dat vind ik van Real Madrid. Ik ben gewoon alleen pong FIFA. Een blauwe, Klaar. Deze ploeg is fucking goed eigenlijk. Sorry dat ik het zeg, maar deze ploeg is echt zo goed. Ik moet echt inkomen, ik heb de lang geleden niet van gespeeld. Ik weet niet meer hoe dat werkt. Dat ben ik nog harder. Ik weet hoe je over de bal gaat. Zo, ik weet het. Oh my god. Snoop. Penalty. Dat was wel penalty. Dat was Joran. Beste pas ooit hoor. Hey, maar die stomme trucjes kan ik ook hoor. Dat is afleiding. Wauw, wat een goede afleiding. Maar je Ronaldo zeg, dat is een goeie. Zoals mijn manneke haalt hij in. Dat is bijna heel kaart Ronaldo, hè? Dat boeit me niet. Ronaldo is toch slecht.
En mijn moeder ook. Mijn mama is beter als Ronaldo, jongen. Rodriguez, goed te zien zeggen, zijn kop, ja. Deed wat hij moest doen om die bal op te spelen. Maar ik speel op handmatig, hè. Oh, whoops. Hé, maar je weet dat ik op handmatig speel. Ja, maar ik moet ook inkomen, hè. Ja. Maar ik speel fucking handmatig, dat is veel moeilijker. Wat? Dat ging niet zomaar, hoor. Dat was een laaien. Ja, die is voor mij, hè. Kijk, hier, hop. Dan strekt een bal weg. Best wel nooit. Ja, Anderlecht is goed, ja. Nee, Real Madrid is fucking slecht. Ik vind Anderlecht beter als Real Madrid. Wat doen we? Bal bezit voor de tegenpartij dus. Dat was zo'n City. What the fuck? Geel? Nou ja. Die noemde ja, in plaats van waarom niet Neymar? Hoe doe je op de bal, hè? Dat ga ik niet zeggen, dat zijn mijn trucjes. Dat is City. Nee. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Maar ik ben niet nog op de gegeven. Ja, spech. Wauw. Ik doe hier geen eens moeite voor, gast. Ja, maar ik ben niet FIFA. Ik ben ook geen FIFA Pro. Ja, ik ben wel FIFA Pro. Maar laat mij niet met Bayern München spelen, want anders stond ik na 3-0 voor. Cristiano Ronaldo even. Hij komt nu op een afstand dat hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Brandon, ik ken dat ook. Dat liedje. We are the one. Dat is dicht, hè? Mijn keeper doet mijn keeper niet zelfs beter dan mijn spelers. In het echt misschien niet, maar FIFA wel. Ja, hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle, een beetje pech dat hij de bal niet... Ai, mooi geblokt! Met mijn hoofd. Ik sta zonder te kijken blok ik die met mijn hoofd. Wat is die aanval, jongen? We hebben gewoon de beste verdediging ooit. Pepe. Gewoon kaas. Hey, ik wil kaas, ik ben ook een klant. Ik wil kaas, ik ben ook een klant. En steek de kaas in je reet, godverdomme. Steek de kaas in je tikte reet. Oh nee, je hebt er geen. Oh, wat zo, het spijt me zo zeer. Nee. Schwips! Fuck you! Ja!
Ja, maar ik ben aan het livestreamen. Duurt dat zo eens? Ja, na een half uur, een uur. Duurt dat zo lang? Ja, tuurlijk. Een video duurt 10 minuten. Nee. Dat gaat niet. Ja. Oh, mooie dribbel. Die bal is onderschep. Wie weet levert dit een kans op. Hoppa, hier. Fuck. Hoppa. Ha, je hebt een fout gemaakt. Ja. Hé, maar dat was op de bal, maat. Dat was geen klein beetje nog niet op de bal. Dat was fucking hard op de bal. Huh. Ja, mijn ploeg ook niet, hè. Maar ik speel handmatig. Dus dat is moeilijk, hè. Mijn schieten is wel heel makkelijk. Oh, ik leuk. Ja, we hebben mij ook. Hou daar eens mee op. Verdediging alert. Mijn jongen. Hier. Dank u. Hey, fout, hè? Gaat hij even op mij springen? Dat die rollenbollen. Ja, die was aan het rollenbollen. Allebei, op elkaar. Wat? Ja, beste pas in 2017. Het is nee, hier, kutbeel. Wat? Nee. Maar nee, zelfs de herhaling laten ze niet zien, hè? Beste vrije trap ooit, jongen. Doei. Nee. Maar ik stond hier te wachten, gast. Ja, een klein beetje. Ja, dat bij mij ook. Maar jongen. Echt waar, stomme voeten, hier. Oh, die blijft op de lijn botsen. Kijk, je wordt Jan best een sponsor. Met Twitter, met Snapchat, met Insta. Wat toch, hè? Oh. Dat is de enige die nog iets kan. Ah, dat is balen. Hé, hey, dat is balen, hè. Hé, beel, balen. Dat is balen. Oh!
Oh. Hij is hem zo voorbij. Dat ziet er kansrijk uit. Rodriguez. Maar het resulteert niet in een doelpunt. Nee, daar komt die verdediging goed weg, want ze waren helemaal weggespeeld. Knap veroverde bal daar op het middenveld. Ik ben al klaar. Doe. En de tweede helft is begonnen. Het is altijd als je lekker. Sergio Ramos, Sergio. Mooi. Jorrie Tielemans, stop ik. Slecht. Logisch. Oh, wauw. Get wrecked? Oh, fuck. Wauw, fucking hell. Nee. Ik haat Ultimate Team. Hey, kijk het je. Hey, Kroos, laten. Hij straalt. Is er Ryan in? Ik heb maar twee tackles en jij daar. Allee! Hier! Mogelijk een goede kans hier! Tielemans! Dat is balen! Op. Trap. Ah, ligt in de punten trap, maar. Fuck. Technisch heel knap aangenomen. Ja. Fucking bastard. Oeh. Oppakaas! Hij krijgt geen zakgeld meer. Hij is op de grond gevallen. Nee, dan moet je zeggen. Hey, dan moet je zo zeggen. Hey James, trap op een zakgeld. Dat kan geluk brengen als je zakgeld hebt. Oké, rennen voor zakgeld. Voorzitter voor zakgeld. Corner voor zakgeld. Wat? Wat een kutspel. Ja, ik weet het wel. Ja, jij hebt een voor zakgeld. Oh. En ik heb nog eens iets gedaan. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Een dubieuze tackle, maar de scheidsrechter geeft voordeel. Nou, pas. De scheidsrechter geeft een hoekschop aan. Met zijn hoekschop. Oh, dit is zo'n geluk, hè!
Kutte. Oh, nee, wat? Nee, dat was op de crossbar gekopt. Nee, dat was ik. Ik had die op de crossbar gekopt. Dat is omdat, kijk, hè, ik hendel die bal of ik trapte, hè, en die speler viel over mij. En daarom kreeg ik een kaart. Dat vond ik eigenlijk vies gespeeld. Fuck, ik dacht zo aan een bal links onder de hoek in te duwen. Dat is goed. Voor mij ook hoor. En dat proef is ook het. Je hebt maar 2 of 1 keer geschoten. Ja, dat weet je waarom. Ik ben gewoon te goed voor u. Daarom. Nee. Wat zakken trappen. Het is real. Oh, domme. Yes. Keeper dat er gezeten. Ja, weer al. Ik heb gewoon een goede keeper. Ik ga gewoon nooit pakken. Dat is PP, hè? Ja, PP kan normaal goed koppen. Ik zeg koppen, hè? Wow, hoe zag ik PP dan van vliegen? Pepperoni. Godverdomme. Nee! Je hebt zoveel geluk! Dank je. Dat heeft de keeper niet gedaan, hè? Dat had mijn poppetje gedaan. Fuck. Je hebt echt zoveel geluk in dit potje, hè? En ik heb gewoon veel ongeluk. Ik kom al tegen de crossbar, ik trap nu tegen de paal. Kan het nog iets zijn? Ja, een rechtse paal. Ja, dit was de rechtse paal. Of op de lijn. Ja, dat hem er dan zo zeg maar uittrapt zo. Dat was een zeer goede opbouw. Ze zijn de bal alweer kwijt. Jury Tielemans. Wat? Nee hoor, dit is geen doelpunt. Ja, ja, ik had niet tegen. Ik slide maar niet. Maar mijn poppetje trapte die weg. Laat me gerust. Ja. Kut. Yo. Dit kan een kans worden. Geslaagd in defensief van een schot. Oeh. Ligt gewoon zonder random shot, hè? Jury Tielemans. Wauw, Tielemans, echt waar. Bel. Ah, dat is balen. Dat is pittig balen. Dat is pittig balen. Heb je wat jij ook gedaan? Yo, thanks. Hoe is je dat? Hoe is je dat? Hoe is je dat, Jani? Ja, dat moest.
moment toch zo lekker. De tegenstander eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Kan man. Bloedspelers voor de goal. Bedankt. En het wachten is op Real Madrid. Dat gaat dingen voor je. Ah! Binnen! Voilà, perfect. De bal is nog aangeraakt. Gerrit Beels. Beel. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schoen? Ah, dat is balen. Beel is al veel gerend. Maar dat is misschien nou snel zijn team. Of Ronaldo, nee. Nee, Ronaldo is niet zo snel. Die is geblesseerd denk ik. Ah nee, spijtig nog niet. Nee. Oh. Wat? Ja, hier. En wat wordt daar? Wat? Hier. Ik ben bijna eerste. Ik ben bijna tweede helemaal. Dat is verlengingen, hè? Kort in één keer. Bobbe zit herover, maar helaas van korte duur. Wat is hem alweer kwijt? Hij komt nu op. Ah, kut! Hij kan gaan schieten. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. Nee, dat kan ik niet tegen. Als je de bal pakt, dan pak je hem gewoon direct terug. Dat heb je ook gedaan. Benzema onderschept de paard. Dat is dat. En hij is de bal kwijt. Maar what the fuck? Dat vind ik ook helemaal test. Maar ik speel nog op handmatig, dat moet je even weten, hè? Ja, dat weet ik, maar... Ik speel nog wel zo. Hij neemt de bal mee richting het doel. Gaat hij voor eigen succes? Hij krijgt hem op de zin. Ah, jongen. Ja, sorry. Als de bal erin was gegaan, hadden we een hele andere wedstrijd. Ik was fucking naar haar maken. Ja, afleiding. Auw. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij verovert hem er één terug. Goed gedaan. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Kom daar de voorsprong. Dit is het slechtste schot dat ik ooit heb gezien. Wauw. Ja, ik moet die aanpakken. Oh my fuck. Nee, normaal gezien niet. Oh jawel, toch wel. Ik ben Oké. Okay. Ja, je ziet, ik ben goed met andere licht, hè? Oké. Ik ga niet iemand anders. Oh, wat ik mis. Oh. Ik ga hier. Die man? Nee. Nee, dat gaat niet. Oh, jawel. Kan het 93, die Maria. 93. Nu ben ik klaar hoor. Ja, wacht even. Ik ben klaar. Ja, want ik deed het niet. 91 heb je in de brana. We staan toch op. Toeré, bent jullie allemaal aan de kant? Toeré, ja. Oké, het is Toeré zijn een tour. Snap je hem? Toeré tour. Ben jij keeper of wat? Ben jij zelf aan het voetballen? Wat staat ons deze wedstrijd te wachten? We gaan het nu zien, want Paris Saint-Germain heeft afgetrapt. Nee, goed. Wow, dat is zo snel. Ja, veel sneller.
Dat is veel beter. Veel sneller is veel beter. Maar ja. Ja, ik speel zelf ook graag in de 4-3-3. Dat wel in. Ik hoop het eventueel. Als Sterling er niet in staat, dan heb je spijt. Cavani! Oh my god. Waarom deed je dat, Cavani? Toeree! Ja. Ah, domme! Sterling! Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? My fucking god, maar ik krijg heel de dingen in mijn beeld. Stering irritant. Verratti, oh, daar ga ik altijd ego mee. Silva is uitgegroeid tot een van de grootste sterren. Kijk hoe? Ik ben nu met Verratti aan het spelen, ja. Nou, ik denk veel even. Hij is niet voor niks. Oh shit, bijna. Ik ben een enorme spel. Wat doet hij? De keeper heeft hem achter en een hoekschop. Geen doeltrap. Hij werkt de bal naar voren. Oh, de goal! Wat een trots. Wat? Nee! Dat is mijn rug, hè? Dat is te zwaar. Nee, serieus. Ze laten de kans en dan gaan we met de rug. Steun door zijn medespelers. Hij gaat uit de langste man. Ben benieuwd naar het moet. Ja. Je hebt geluk. Het is klaar, ja, bravo. Nee, heeft het goed op dan? Ah, maar hij heeft het niet goed. Ja hoor! Nee joh, dat is bullshit. Nee. Dat ligt je. Een goal is een goal. Oh, dat is ook zo mooi nog. Ja, dat weet ik. Ik ga niet per se voor het winnen, hè. En Manchester City brengt die bal voor de goal. Die bal is voor de doelman. Denk het niet. Oh! Dit is echt niet meer. Dat is niet meer. Hier heb je nog meer. Hoppa! Wat? Maar wat een bullshit. Maar jongen, echt kutscheids. Ja, meneer Verstal al sinds geen Nederlands, denk ik. Maar laten we zeggen Frans. Ja. Mijn kutpoppetje. Wauw, die Maria. Dat denk ik ook. Ja, ik heb net gezien. Ik speelde met hem en hij is geïnteresseerd. Dat is die, hij is niet meer geïnteresseerd. Yes. Zag er niet al te best uit daar.
Hij staat er niet alleen voor. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Op zich was die ingreep goed, maar hij heeft pech en is de bal alweer kwijt. Hij is snel. Maakt zich wellicht al op voor een schot. Mooi geprobeerd. Ja, ik hoor het. Waarom had ik dat gezegd? Hé, maar scheidkerk, jongen, fuck. Ja, echt, sorry. Hoppa, hier. En ik dacht niks aan, hoor. Hoppa! Op de grond! Maar wie had die snor, jongen? Ja, er staat een verdediger in de baan van het schot. Lekker klik. Een goede greep. Wow, lekker knik voor potje. Julian Drexler. Geluk! Puur geluk! Geluk, zakje! Geluk! Kevin! Dat was Kevin de Bruyne, hè? Boeien? Ja, wel. Fuck Kevin de Bruyne. Schijnbelig. Ja! De bal gaat over de zee. Dat was toch ah, kut. Sané, fuck off. Wat? Maar wat is er, kutspel? Oké, ik ga keepen. Ja. Wat? Die was binnengekokkeld. Nee, maar hoe dan? Hoe is hij binnengekopt? What the fuck? Dat de Bruyne is van de NBC in de leeftijd. Een schaatbellig, jongen. Echt waar. Wat een poepchinees, jongen. Ja, waarom hey, ho! Fout! Hier! Poep Chinezen! Wat een poep Chinees kun ik weer! Woehoe! Niks van! Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Doei, bal.
Ja, oké, laat maar. Want ik dacht net te zeggen dat de livestream is toch maar 30 minuten bezig, maar is al 40 minuten bezig. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Ja, dat is een beetje zal ik hem nog wel zachter laten gaan, ja, als hij hem niet ophoudt. Zus, plak ik daar een bom bij. Kutbellig, spoep Chinees, jongen. Dit wordt menens. Jongens, bedankt voor het kijken van deze livestream. Nee, grapje. Ik ga deze. Oh, oké. Okay. Als het nog zwart lijkt, dan ga ik stoppen met de livestream. Kom verder door de livestream. Noemt mijn speler. Hij had iets moois in gedachten met het pas. Maar gast, echt waar. Hier. Aguero is de belangrijkste aanvaller. Komt daar de voorsprong aan? Ja, zeker van wel. Bedankt voor het kijken naar deze livestream. Vonden jullie deze livestream leuk? Dat is de blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer. Doei doei.